We hebben een filmfestival georganiseerd met onze leerlingen van het VMBO in Heerlen, in Roermond en in Horst. En zij hebben een workshop filmmaken gekregen en daarbij hebben ze geleerd hoe ze een camera moeten bedienen, hoe ze moeten monteren, maar vooral ook wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film. En toen zijn ze aan gang gegaan. Ze hebben zelf de opnames gemaakt en vanmiddag zijn ze de montage aan het afwerken. En wat het voor het onderwijs heel leuk maakt, is dit is gewoon een ontzettend leuk project waarbij ze heel veel leren. Ze leren niet alleen hoe ze een filmpje moeten maken, maar ze leren vooral hoe ze dingen moeten plannen, hoe ze dingen moeten voorbereiden en hoe ze samen moeten werken om iets te maken waar ze allemaal achter kunnen staan. Nou, we hebben er inderdaad een wedstrijd van gemaakt. Dat betekent dat we filmfestival Het Groene Kalf hebben ontwikkeld. En op onze open dag op 2 februari wordt de winnaar bekendgemaakt. Ja, je merkte meteen dat de leerlingen heel enthousiast waren om dit te mogen doen. Ze gaven zich ook meteen op van wij willen dit als klas gaan doen. En daar hebben ze ook, dat hebben ze ook waargemaakt. Dus ik vind dat ze het prima gedaan hebben. Ik heb vandaag verder aan het script gewerkt. Ik was vandaag cameraman. Ik ging monteren. Ik heb gefilmd. Het groen wat wij hier op school hebben. En dan zien de mensen goed hoe het hier gaat. We hebben een promotiefilm gemaakt op de school. En we hebben de directeur gefilmd. En de leerlingen. Heel leuk om te doen. Want je kan hier je eigen creativiteit mee gebruiken en je eigen zin. En je wordt niet gecommandeerd door leraren. Wel leerzaam om te doen. Ja, was wel leuk. Samenwerking, hoe je moet plannen, ging beter. En ja, je moet gewoon goed samenwerken, anders lukt het je niet. Hoe je met professionele camera's werkt. Ja, ik heb geleerd hoe je omgaat met een camera. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het project geweest. Ze hebben zelf alles geregeld. Ik heb heel weinig hoeven sturen. Dus eigenlijk is het echt hun project geworden. Ik zou het zeker aanbevelen, omdat het niet alleen maar een filmprojectje is. Maar je bent en met kunst en cultuur bezig. En je laat leerlingen samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor een project. Hoe ze het hele project op moeten zetten. Waar begin ik, waar eindig ik en alles ertussenin. Zelf het script schrijven, zelf de rollen verdelen, taken verdelen. En alles wat erbij komt kijken. Dus het is mes snijden aan alle kanten. Ik denk dat we zeker een goede kans maken om te winnen. We hebben er hard aan gewerkt, dus het moet wel lukken. Ja. Ja, ik denk het wel. Omdat het echt van en voor en door de leerlingen is. Dat is het leuke eraan.